Jong mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn momenteel in Haalkamp Pijnakker bij de zaak van Albert. Ja toch? Dat klopt. En we gaan even wat vuurwerk bestellen, want ze hebben hier natuurlijk leuke producten. We zijn in de zomer zijn we hier geweest om in de bunker even mee te helpen met hem. Even wat dingen te vullen en zo. Dat was echt een gruwelijke ervaring. Ze hebben hier hun eigen merk natuurlijk, Tribal. En een aantal producten die super mooi zijn. En daarom blijven wij hier ook elk jaar terugkomen in deze winkel. Omdat het natuurlijk iets meer is dan alleen een vuurwerkwinkel. Gewoon ook de sfeer die er hangt en je wordt gewoon goed ontvangen. Altijd wel tijd voor een praatje en zo. Dus top. Dus we gaan eventjes een lijstje hier invullen. Ze hebben hier natuurlijk ook, ik zal jullie even laten zien. Daar zo achter hebben ze een infocel. En daar kan je alles zien wat je wilt bestellen. Kan je bijvoorbeeld als je hier zo op een pot klikt, dan gaat er een filmpje worden afgespeeld. Kan je precies zien hoe of wat je eigenlijk bestelt. Dus dat vind ik ook wel chill, want dat kunnen we gelijk even doen dan. Even zien, zodoende komt er dan een... deze is echt mooi hè, die graffiti. Leuke knalpot zeg maar. Kleipot. En die is wel heel duur. En ik heb ook nog een ander nieuwtje voor degene die hier zou willen komen. Vanaf nu dat jullie de video zien, is deze showroom geopend, toch? Klopt. Om bestellingen te plaatsen hier zo en om even een kijkje te nemen in de showroom hier. En wij hebben hier een aantal visitekaartjes van PTD achtergelaten. Dus de eerste 20 die hier komen en die vragen naar zo'n visitekaartje, die krijgt er een. En hij is exclusief, want we hebben maar eenmalige keer een aantal gemaakt. Laten drukken, omdat we toen de 20.000 abonnees hadden. Dus ja, het is wel leuk om hier even langs te komen en even zo'n kaartje mee te pikken. En natuurlijk om even een kijkje te nemen natuurlijk in deze winkel. Eigenlijk wat ik ook vind van Haalkamp, wat jullie een soort van kenmerkt, is dat jullie het hele jaar de webshop online hebben. Klopt. Eind januari gaat er weer online naar alle tellingen. Lage prijzen. Ja, en dus echt, is, echt lage prijzen. Ja. Hoe eerder je bent, hoe goedkoper het is eigenlijk, toch? Klopt. Ja, dat is echt wel gek. Dat je gewoon het hele jaar door vuurwerk kan bestellen. En jij kon het dan toch ook gewoon langs brengen met het karretje? Ja, nee, dat gaat niet worden. Nee, dan kan je natuurlijk, als je bijvoorbeeld in februari bestelt, dan moet je het eigenlijk pas een jaar later natuurlijk in december weer ophalen. Dat is natuurlijk logisch. Want dat is natuurlijk wel de wetgeving in Nederland. Maar goed, je kan ze wel alvast je bestelling maken. En dan heb je natuurlijk super veel korting. Maar goed, dat is nu niet aan de orde, want het is december. Maar misschien is dat een tip voor ze voor... over een maand. Ja, over een maand of zo. Ja, tijd, dat gaat snel. De tijd vliegt. Maar goed, we gaan even die bestellingen doen. En kunnen jullie even meekijken. Hier gaan we dus even kijken wat voor leuke potten Albert aanraadt. Ja, ik denk dat jij meer iemand bent voor de cakeboxen. Ja? Ja, oh ja. Die hebben hier allemaal staan. Ja, zeker. Kijk, we hadden natuurlijk vorig jaar deze jonge kerel. Wisdom of Confucius, en dat was echt een toppertje. En wat ik ook vond was deze. Daar hadden we er ook twee van volgens mij. En Call of China hadden we. Kijk, dit is ook natuurlijk hun eigen merk, hè? Oh, dat gaat er niet mee gooien, anders kan die afgaan natuurlijk. Maar je hebt hier Tribal en dat is hun eigen merk. Dus ja, dat is wel echt een trekkertje. En volgens mij gaan ze volgend jaar eruit, of mag je dat nog? Ja, dit is de laatste voorraad, dus alles wat op is, dat komt niet. Ja, dus ik zou zeggen, sla nog je slag en neem nog wat van Tribal. Want... Verzamelitem. Ja, verzamelitem inderdaad. Het verschil tussen de Wisdom of Confucius en deze. Ik wil natuurlijk wel weer... Je wil er eentje. Ja, ik wil wel natuurlijk weer de blitz maken in de straat straks. Eigenlijk dit jaar voor deze moeten gaan als je die nog niet hebt gehad voor. Way of Dragon, ja, is dat... Nou ja, het filmpje staat erbij, dus ja, misschien, oordeel zelf. Kijk maar, hier zo. Ziet er iets kleurrijker uit dan stopt die net. Ja, jij raadt hem aan? Ja, is goed. PTD? Ja, die gaan we dan gewoon doen. Laten we eens gek doen, de Wave Dragon. 2 kilo kruid zit daarin. We hadden natuurlijk in Tsjechië ook zieke cakeboxen. Maar deze is gewoon legaal, mensen. Dus de box. De box der boxen. Deze heeft de meeste shots, hè, van allemaal. Ja. Hoeveel ook weer? 122? 122.
2 kilo. Zo. 122 shots, kijk. Het artikelnummer is... Zo, de eerste hebben we er al op staan. Dat is de Way of Dragon. We hebben net natuurlijk die beelden gezien. De graffiti is natuurlijk een zieke cake. En die viel me eigenlijk gelijk op, want op hun webshop kan je alle cakes bekijken gelijk al. En toen viel deze eigenlijk gelijk het meest op. En... Hey, die vind ik echt mooi. Van mijn fluit en knal. Lijkt, dit is echt een 12 uur pot. Als je er daarvan 3 tegelijk doet, dat is gelijk de politie. Ja. Koop er gelijk een even 10. Ja, dan zijn we klaar. Ja. Sluit ik de winkel voor de rest van het jaar. Ja, dat is echt mooi, mensen. Hoe duur was deze ook weer? 30, hè? Mooi man, deze. Dit is echt een hoop geweld ook. Dus die moet ik echt hebben, die grafiet. Ah, die is echt nice. We zouden graag nog even de nummer 1 binnen laten zien. Ja. Leuk potje. Leuk prijsje voor een 500 gram spot. Ja. Zo, dat is wel een goede prijs inderdaad. Komt aardig... 20 euro. Dat is aardig de Duitse prijs. Dus ja, we gaan even... Zit het filmpje bekijken ervan? Ja, we gaan even het filmpje bekijken. Zo. Ja, die knalt goed. Ja, dat zijn goede knallen. Mooie effect ook. Zo. Mag die wel, joh. Nummer 1. IJzer. Hoeveel shirts staan er even? Weet ik even niet aan mijn hoofd. Ik denk 25. 5 keer 5, ja. 25. Gaan we zeker nemen die. We kijken, het is gewoon een kerstboompie. Het is natuurlijk over anderhalve week kerst. Maar deze staat er al het hele jaar. Ja, het hele jaar staat hij er. Toen wij in mei waren, stond hij er ook al. Dat is natuurlijk echt ziek om te zien. Maar hij lijkt al nu mooier. Ja, nu staan de lampjes ook aan, hè? Ja, ja, dat is het. Dat is ook zo. Maar hij is niet extra versierd of zo. Nee. Nee, de lampjes staan aan, dus je ziet ook de lampjes in de. Ja, dit jaar meer de vuurpijlen. Ja, we hebben natuurlijk dat pijlenrek. Dus lekker veilig pijlen afsteken dit jaar. En ja, wat raad je aan, man? Want ik zie al een aantal zieke pijlen staan. Ja, wat wil je? Wil je knal? Wil je mooie effecten? Maar ik vind het allemaal wel mooi eigenlijk. Ja, kijk. Maar ik zie, deze valt gelijk al op. Die is het leukste. Ja. Een soort harde knal komt er af. Ja, die vind ik toch wel mooi, hè, dat is echt nice. Kan die knal is opleken. Ja. Harde knal? Ja, dan neem hem gelijk. Dan neem hem gelijk. Harde knal. Jouw lijstje zijn klaar. Ja. Je hebt de Event Signal V5. Ja, dat zijn die pijlen, hè? Dat zijn die pijlen. De Hit Parade. Dat zijn de kleine pijltjes. De Zena Number 1. Bot. Spider King. Spider King. Ander bot. Gravity. Dat is mijn topper. De bazooka, dat was ook jouw topper, hè? Ja. De Way of the Dragon. Ja. En de Night Screamers. En daar deze nog. De Gangsters. Dat zijn de andere pijltjes. Ja. Ja, want... En jouw ophaal. Dat staat daar met die tijd. Ja. Want mensen, als je hier zo bestelt voor een bedrag, dan krijg je procenten goed. En daarvan heb ik gelijk weer een nieuwe bestelling gedaan. En toen heb ik die pijlen genomen. Gangsters, ja toch? Klopt. Toen heb ik de Gangsters genomen. Dat is die. En nog wat bijbesteld. Maar dat zijn dus deze kortingen. Wij hebben dan voor 231 besteld hier nu. En dan is toch weer 15% daarvan te goed. Dus dat is best wel redelijk, toch? Goed. Krijg ik het ook meteen mee? Of? Ja, dat... Gaan we weer niet worden, hè? Je shit. Moet toch weer terugkomen. We proberen maar, altijd. Maar de koffie is hier zo lekker, hè? Dus, ja, de koffie is zo lekker. Daar, dus, daar kom je voor terug. Ja. Ja, die staat aardig vol, hè, nu. We zijn er klaar voor, hè? Zo. Ja, hij is helemaal af, mensen. Jouw bestelling staat ook al bij. Ja? Ja. Dan neem ik hem gelijk mee, toch? Nee, gemakkelijk. En begin je weer, hè? Nee. Ja. Gaat niet gebeuren. Raising Core is gek. Kijk, nou, wat heb ik nou net besteld eigenlijk? Hier, graffiti. Heb je ook besteld? Spider King, ja, dat was jouw toppertje. Ja, dat is mijn toppertje. Die hadden we besteld. Spider King. Gruwelijk ding. Het staat mooi, is mooi gevuld hier nu al. Kijk, ik ben fan van zulke verpakkingen. Gewoon van die bruine dingen. Dat vind ik eigenlijk veel mooier dan die drukte die hier zo op staat. Maar goed, het verkoopt beter dit. Dus dat snap ik dan ook wel weer. Ja, het staat mooi gevuld, man. Ja. Ja, toch? Prima. Ja, toen we maar beginnen, hè? Ik was hier toen in mei. En hebben jullie kunnen zien in een vlog. En toen had ik nog geholpen met Albert met wat vakken vullen of zo. Zo kan je dat wel noemen, toch? Ja, zoiets. We hebben hier natuurlijk nog die andere bunker. Oh ja. Dan heb je er bijna voorbij.
Ongelooflijk. Die rode, hè, heb ik besteld. Die rode, die daar in de hoek. Ja. Nice. Kijk al die dingen hier staan. Allemaal dit is de verpakte bunker, hè? Dus ja, iedereen weet het natuurlijk wel. Hier zitten alle kooiconstructies nog in, dat hoor je nog wel. Ja. Ja, dit is sowieso de verpakte bunker, inderdaad, wat hij net zegt, met de kooien omheen. En als ik het goed begreep, rond de dagen gaan jullie dit allemaal loshalen, toch? Wordt uitgepakt, gaat naar de bunker hiernaast. Ja, waar we net waren dus. Hier mag geen los spul staan, het is enkel de verpakking hier nog in de kooiconstructie. Ja. Normaal zou het werk helemaal niet leuk zijn, maar als het met vuurwerk is... Ja, het is alleen omdat de kooien eromheen zitten, hè? Dat is zoveel werk, joh. Hebben we natuurlijk in die vorige video hebben we dat lopen uitknippen toen. Dat is veel werk. Zo, vooral als je dat in je eentje moet doen, lijkt me geen pretje of zo. Nee, maar het is ook nog scherp, hè? Ja, je kan nog verwonding aan overhouden ook. Dus ja, het vuurwerk is niet zo gevaarlijk, maar die verpakking... Precies, ik zie jullie zo weer. Ja mensen, dit is dus de afvalplaats. Afvalbalie. Hier waren we dus, als je dus een bestelling hebt geplaatst via de webshop, dan kom je hier terecht en dan krijg je het mee van een van de gasten van Houkamp. Dus dan hoef je niet naar boven. Het scheelt ook. Het scheelt trappen lopen, maar sowieso die showroom even mee bekijken. Het ziet er straks wat mooier uit. Dus het begin is het toch? Ik herken het wel, dat we hier zo stonden en dat daar toen alle bestellingen doorkwamen. En dan, mensen, we hebben de bestelling geplaatst hier zo. Vanaf het moment dat jullie deze video zien, is de showroom open. Ja, toch? Ja, klopt. Dus jullie zijn allemaal welkom om hier een bestelling te plaatsen en natuurlijk een koffie te nemen. Ik raad die echt aan hier zo. Goeie koffie is lekker, hè? Ja, en mooie producten moet ik zeggen. Want wij doen al jaren hier onze bestelling. En het blijft toch wel onze favoriet eigenlijk. En Albert heeft mij goed geholpen bij de keuze van de cakes. Want dat is echt een liefhebber natuurlijk, zoals ons zo. Uiteraard. Als jullie vuurwerk willen kopen, ook bij Houkamp. We hebben een filiaal in Oosterwijk. Ja. Roosendaal. Hier in Pijnakker. En een afhaalpunt is dan nog. Oké, dus iedereen kan op de webshop de eigen vestiging aanklikken. En dan daar een bestelling plaatsen, toch? Klopt, als ik het goed zie. Ja. Vooral wat ik ook nog even wil vermelden is dat wij dus hier een stapeltje met visitekaartjes van Pyro Team Delft achterlaten. Die zijn exclusief en ik laat er denk ik 20 achter hier. Dus iedereen die hier in de buurt is, ik zou even naar boven lopen, pik even zo'n kaartje mee, want die ligt hier bij de balie. En dat is best wel exclusief, want omdat wij 20.000 subs hadden toen, hebben wij die kaartjes laten drukken. Dus die liggen hier. Die liggen hier, ja. En dan kan je gelijk even de showroom checken, want die is sowieso echt veel beter nog dan vorig jaar geworden. Moet ik zeggen. Koffie doen. Bakje koffie en even kijken wat ze hebben bijvoorbeeld. Dus ik wil je sowieso bedanken. Dankjewel. Voor de keuzes. Hij heeft mij goed geholpen erbij. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.